Voor motor? Oh, ik heb een hele bijzondere motor. Een Rennes 60 pk uit 1958. En er zijn weinig schepen die daar nog mee varen. Wat kunt u mij vertellen over die Rennes motor? Ja, voor een buitenstaander zoals ik was het best wel even lastig. Het is een hele grote motor. Er zijn erg veel handelingen voor nodig voordat je hem aan de praat hebt. Hij start op perslucht, waar je heel zorgvuldig mee moet omgaan. De motor zelf heeft 2 cilinders en we varen tegenwoordig op GTL. Kunt u goed overweg met de motor? Nou, als ik wil varen moet ik de motor starten, dus ik kan hem wel starten. Alleen ik heb een goede vriend die specialist is en heel vaak meevaart. En dat is Paul. Schipper Huigen, is het een veilige motor? Ja, het is een hele veilige motor. Hij is heel betrouwbaar. Dus hij slaat niet op hol of ontploft? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Schipper Huigen, wat is dat voor vet? Een schroefwaskokervet. En dat gebruiken we voor de schroefwaskoker en voor de 2 waterpompen. Er zit 1 waterpomp voor het koelwater op en 1 loze water voor het beeldjeswater. Zo, dit is het vet voor de lenspomp. Dus die pompt het water uit het schip. Die zou het water uit het schip moeten pompen. Maar dat mag niet, want er komt allemaal olie mee. En daarom is het ook afgesloten met deze ketting. Maar hij draait wel, dus hij moet wel gesmeerd worden. Vandaar dat we het vet gaan doen. Zo. De volgende stap is dat je de koelwaterkraan opendraait, zodat de motor goed gekoeld wordt. Klaar. De volgende stap is dat we viezigheid uit de tank aftappen, dat het niet in de motor komt. We hebben de laatste tijd veel problemen met vervuilde diesel. En daarom zijn we overgegaan op GTL en hopen dat het probleem zichzelf oplost. We hebben ook, omdat we problemen met de motor wel eens verstopt raakten, een extra filter toegevoegd. En dan ga ik nu even aftappen om te kijken of daar viezigheid in zit. Nou, hartstikke schoon. Na de brandstof, dan komt de olie. Daar zijn 3 dingen voor nodig. Dus even kijken of we genoeg olie hebben. Dat gaan we nu doen. Dat is goed. Dan gaan we de cilinderwandsmering voorpompen, dus dat goed overal olie aanwezig is. Dus er zijn 7 leidingjes naar 7 punten in de cilinders. Daar moet allemaal olie in. Het systeem is dat over uit alle halsjes, zwanenhalsjes, moet je een druppeltje gezien hebben. En dat kan nog wel eens wat duren, vooral als die tijd niet gelopen heeft. Dan moet je de olie voorsmeren en de karter dus naar de lagers toe. Zo, ik deed altijd tot ik extra weerstand voel. Maar het andere filmpje dat ik nou gezien heb van langzaamlopers, denk ik dat ik toch misschien wat meer moet pompen dan ik vroeger gedaan heb.
Nou, dan zetten we de motor op stand, zoals het heet. Je kan maar op één stand starten. Zoals gemerkt, dat als je hem wat vaker draait, voordraait, dat hij dan makkelijker start. Dus ik zal hem 3 tot 5 keer, laat ik hem 3 tot 5 keer rondtonen. Hoe vaak moet het nou? Nou, ik denk niet aan laat hoor. De laatste keer. Zo. Dat is goede lichamelijke oefening, hè? Ja, hele goede lichamelijke oefening. Zo. Bij tonen moest ik de lucht in en uit de motor, de cilinders kunnen. Dan zou ik dat moeten samenpersen en dan ben ik niet sterk genoeg voor. En nu moet je zorgen dat het allemaal luchtdicht is. Zo, dan hebben we speciale piefjes voor, gewichtjes voor, om te zorgen dat het ook dicht blijft. Als het heel koud is, dan start de motor wel eens moeilijk en dan moet je het ontbranden helpen. En daar zijn zogenaamde lontjes voor. Dat zijn kleine, een soort luciferachtige dingetjes. En die helpen dan de eerste slagen om het toch nog niet zo warme mengsel, om het toch tot ontbranding te brengen. Hier zit je zo'n lontje. Normaal als we iedere dag varen, dan hoeft het niet. Maar nu heeft het al een tijd niet meer gedraaid en het was een koude ochtend. Dus dan, en we willen natuurlijk niet afgaan op de film. Dus dan gaan we toch maar even Nou, en het laatste is de luchtkraan opendraaien. En dan starten we maar. We hebben 2 cilinders, 2 luchtcilinders. Die motor is de 4e motor die in de Bregetta is ingebouwd. Het schip komt uit 1914. Toen zat er een honigmotor in van 24 pk. Daarna kwam er een kromhout in van 30 pk.
maar in de loop der tijd werd dat toch niet krachtig genoeg. En in 1958 is het schip verlengd, de den is verhoogd en er is een nieuwe motor ingekomen, een Rennes. En daar varen we nu nog steeds mee. En waarvoor werd het schip gebruikt vroeger? Het was een beurtscheepje voor schone lading. Het is gebouwd in Zaandam en voer met meel, met koffie naar Amsterdam. En soms een hele lange tocht naar Groningen of naar Limburg. Weet u iets over de mensen die erop gevaren hebben? Ja, we hebben dit jaar een boek uitgegeven over de Bregetta. En daarin staat beschreven de tijd van de vrachtvaart als vrachtscheepje. Tot 1978 is het nog beroepsschip geweest. Daarna is het omgebouwd tot de door de kleinzoon van de oorspronkelijke schipper tot varend woonschip. En in 1991 hebben mijn man en ik het gekocht als varend woonschip. Thank you.